Morning YouTube, yo gasten, welkom bij Team Dief, ik ben Jeff en ja, dit is de rest, ik ga niet iedereen opnoemen, maar ja, hebben jullie er zin in jongens? Ja! Oké, okay, mooi. Hey, degene die nieuw zijn is Marcinello, hè? En Swenser en Pac-Man. Loco Pac-Man. Ja, Pac-Man. Voor de rest, nee, Knetterkees is al een paar keer meegedaan, toch? Nee, alleen in de livestream. Oh ja, nou ja, goed. Hey, we gaan lekker beginnen, Swenser. Jij begint. Jij bent hem. Jij mag gewoon alle klassen kiezen. En de rest die moet gewoon de klas al nemen. De bedoeling is natuurlijk als volgt. Wij moeten uitzoeken wie jij bent, want niemand heeft namen boven zijn hoofd. Iedereen zet het ook even zo direct uit bij options, start options. En dan moet het op icon only of zo, weet ik veel waarop. En dan, ja, dan moet je gewoon uitzoeken wie die Swenser is. En die moet je dan killen. En dan, ja, als jij hem dan bent, dan moet je een streak proberen te gaan opbouwen van 3. En als je een streak van 3 hebt opgebouwd, dan, ja, dan heb je gewonnen. Dat is eigenlijk de game. Nou, we beginnen op Nooktown dit keer. We gaan gewoon meteen starten, want anders duurt het wel heel erg lang. Het probleem is alleen, tijdens het laden hoor ik de rest niet en de rest hoort mij niet. Dus ik probeer gewoon of een beetje door te praten of ik ben gewoon stil. Omdat ik toch geen nut heb om tegen hun te gaan praten terwijl het nu, zeg maar, aan het laden is en niemand die verstaat. Ja, die verstaat mij, dus vandaar. Nou, ik moet dus de klas al nemen. Degene die hem eerst mag de klas verrader kiezen. En wie dan? Ja, dat is de game. Swenser. Swenser. Ook weer vaarlijk nu kent niet. Wie rent hier op me af achter? Hier, Oké. Waarom ren je op me af dan? Ik ben op de auto. Ik wist niet wie het was. Dus daarom dacht ik, ga erheen. Ik hoor hem, hij zit hier binnen. Wie is hier boven? Wie staat hier op? Oké, nice. Nee! Had hij er nog een staan, wat een rat. Oké, we gaan even met Swenser meekijken, omdat die hem is. Nee! Oh! Swenser is down! Swenser is down, jongens. Sneeuwbal is hem nu. Ja, ik dacht jij hem was, want ik wist niet wie Swenser van jullie twee was. Ik wou hem knifen, maar ik heb op de tactical staan, dus dan knife ik met B. En ik knife er nu met zitten. Dat zag er denk ik heel bepalend uit. Kan je trouwens niet, een hardcore mode aanzetten, want dan word je automatisch gekild als je je friendly killt. Dat je dan search and destroy doet? Nee, dat schiet niet op. Wow. Dit is hardcore volgens mij, staat hij op hardcore nu. Nou, maar je moet gewoon zelf moord plegen, gewoon zo, weet je. Oké. Okay. Sneeuwbal was hem, hè, nu? Ja, zegt hij. Hey, en welke map wil je doen? Doe me hijjack. Hijacked. Oké, gaat hij weer beginnen op hijacked. Hijacked. Sneeuwbal gaat voor de 3-streak. Nou, dit wordt meteen, als je nu wint, heb je dan 1 punt, zeg maar. En als je 3 punten hebt, dan is hij gewoon de man van de avond. En tenminste, de man van de avond. Dit wordt natuurlijk wel 's morgens vroeg geüpload, hè. Maandagochtend 7 uur. Het is nu op het moment van opnemen is het zaterdagavond 10 voor 12, 5 voor 12 zo'n beetje. Tijd gaat hard, hè. Wie is er in de hijack? Nee! Oh. Oké, okay, hij zit daar. Ik weet waar die zit, hoor. Wie is er in de hijack? Wie is er in de hijack? Wie zit hier in dat hoekje? Ja, ik. Oké. Er zit ook niemand achter je. Nee, wegwezen, kom. Zeker. Wie zijn dit? Nee! Ja, wat is die? Nee! Oh shit. Oh, what the fuck. Kom op, man. Ik ben al dood. Ja, hij is dood. Ik had hem al ik killde hem, dus ik pleegde zelfmoord. Toen kwam je echt. Oh ja, toen kwam ik de hoek om rennen, want ik dacht dat hij jou had. Nee. Nou, ik kreeg de kill, ik hem niet te zien, want de loco killde op ongeluk een ander of zo. Ja, kijk maar, die zit hier veel zo overpower. Nou ja. Represent Vlissingen. Ik val er echt heel erg hard naar boven. Dat is kut, jongen. Ik hoor jullie als die bommen afgaan, met die claymore, hoor ik jullie niet meer. Sorry. Ja. Oké. Okay. Ik liep daar naar binnen. Ik wou zeggen, wie is dat? En toen, ja, zit hij
Hey, wie is er nu? Job. Ik ben er. Mag ik hem zijn? Speedy? Ja, ik wilde. Oké, Speed, welke map? Ik wil. Oké, zet me stop. Ja, oh, nou, je hebt Marcel, je hebt weer deze. Dat is niet zo lekker. Gewoon lekker random mapje. Mijn Xbox begint steeds meer lawaai te maken. Ja, dat heb ik ook. Dat is een beetje, die Xbox die raakt een beetje op, denk ik. Ja, de slim heb je ook niet. Oké, nou moeten we goed opletten, want die Speed die loopt er gewoon te trollen bij iedereen en zo. Je hebt het gewoon niet door dat hij het is. Maar hij is nog, denk dat hij wel even beter is dan ik. Wie ben jij? Ik ben hier al, ik leg gewoon in dat raampostje lag ik. Nee, ah! Oh! Kut joh! Dat bedoel ik dus! Nee! Oh, nu moet ik met B knijven, maar nu moet ik met Z knijven, omdat ik dat net heb veranderd. Oh, jezus. Ik zet mijn kleine bosje. Wauw, hij heeft mij gewoon al. Ja, mij ook al. Ik kon knijven, toen ging ik zitten, omdat ik dat weer veranderd heb. En, de hij wordt beschoten. Zo, hij bent. Ja! Speedy is down. Ja, ik wist het, want daaronder stonden claymores en jij bent begin het raampje, dus ik moest het, dat moest hem wel zijn. Kijk. Oh, je schoot eerst nog dat ding stuk, lekker hoor. Ja, heeft hij hier, maar. Oh, knetterkeus. Welke map wil je, jongen? Nou hoor ik hem dus niet. Nou hoor ik hem nog steeds niet. Raid. Raid. Komt ie. Die is een verrekte lastig hoor, deze map. Waarom? Nou ja, goed, heb je zoiets van Jeff, ik wil ook eens een keer meedoen met wie is wie. Nou, dat kan gewoon. Volg me gewoon even op Twitter, links in de beschrijving. Het staat ook even hier al rechts in het hoekje natuurlijk. En ja, op Twitter zeg ik dan van jongens, ik ga wie is wie opnemen en ja, wil je meedoen, kan je meedoen. Nu is het gewoon laat op de avond, ik denk, oh, dat ken wel, het is toch weekend. Normaal gesproken doe ik het overdag of gewoon 's middags of zo. En ja, als je zin hebt om mee te doen, dan kan dat gewoon. Wie zit er bij de garage, wie mapte dat ding stuk? Wie is dat? Nee, ik heb hem alweer. Oh, hij is alweer dood. Ik ben dat. Oh, is hij al dood? Ja. Ik ben hem weer. Speed die weer? Fuck! Speed, welke map wil je, man? Slums. Slums. Je hebt heel lang misdaan. Ik zag hem die claim op. Ja, precies. Ik dacht, ik kan trollen. Ik liep eerst weg, toen liep ik hem achterna en toen plaatste ik mijn claymore. Ja, dat is het leukste als je mensen gaat trollen. Vorige keer had ik ook ook mensen lekker even te trollen en zo. Kijk, en dat is echt grappig. Weet je. Dan loop je gewoon tussen de groep eigenlijk en ze weten niet eens dat jij het bent. Want iedereen schreeuwt toch door elkaar heen. Dus dat is wel leuk. Welke map zijn nou slums, hè? Jo. Slums. Nou, gaat ie. Even kijken, we zitten nu op 10 minuten, we gaan even iets langer door. Normaal hou ik het zo'n beetje, nou we zitten nu op 9 minuten zo'n beetje, maar normaal gesproken probeer ik hem 10 minuutjes te doen. Nou, in het begin hadden we een beetje zitten lullen en zo, dus ik had zoiets, nou weet je wat, we gaan nu nog eventjes door. Oh, klasse moet ik kiezen natuurlijk. Nou, hoe het spelletje weet, dat staat allemaal in de beschrijving ook nog, dus. Of hoe het spelletje, gespeeld moet gaan worden. Oké, dan ga ik me een beetje concentreren, want ik wil natuurlijk ook wel eens een keer winnen. Wie ben jij? Blauwhuis, wie ben jij? Ik ga liggen. Oké, er is zo iemand dood. Kijk, vooruit, er is iemand. Fuck, druk op de verkeerde knop, hè, anders had ik hem gehad. Wie ben jij? Wie is dat? Ik weet het. 18, oh, nee, Speed. Speed is down. Swenser heeft gewonnen. Het zijn al hele korte potjes vandaag, jongens. Dat heet dit dezelfde. Kom
misschien omdat je met zoveel man bent. Ja, daarom, het is moeilijker nu, hè. En daarom is het ook leuker. En hoe meer, hoe leuker het is eigenlijk. Wie is dat? Ja, man, Nou is het geluid weer een beetje vaag. Dat komt natuurlijk omdat het gewoon opgenomen moet worden voor je Xbox. Met 18 man doen. Welke map wil je? Doe maar cargo. Cargo. Oh, ik kies wel de leuke mappen. Er zijn geen maps geband, of wel? Voor wie? Wie? Nee. Oké, dan kun je dus ook FTMF doen. Ja, Turbo had ik toen across de map tegen Speedy. Ja. Op een droom moet je kiezen, dat is ook grappig. Ja, het is een beetje. Ja, het is gewoon. Soms heeft niet iedereen die mappacks, maar als iemand die hebt, weet je. Zoals Nooktown heb iedereen wel, dan kunnen we die gewoon doen. Dus gewoon zolang dat iemand die mappack hebt of die map hier, heeft. Wow, wie is dat? Ja, Dit ben ik. Ja, kijk maar, ik lig. Ik ga ook nu ook liggen. Ik ga nu ook liggen, ja. Kom, we gaan hem zoeken. Wie is dat? Wie is dat? Kijk, nice. Ik weet niet, wie is het nou, joh? Zwenser, ja, hij hoort, ja. Zwenser, oh, zie je? Ik heb hem. Yo, is hij nou al dood? Ik zag hem even. Ja, man, ik zag hem. Ja, wel hele korte potjes, zo jongens, dit. Ja, ik zag hem iemand knijven. Ja, je moet het echt heel tactisch, heel veel tactisch. Ik heb al 2 kills. Eigenlijk moet je gewoon ik ben het. En dan ben je hem gewoon. En dan heb je je moet gewoon een beetje trollen. Want, en dan eigenlijk een beetje de juiste moment afwachten dat niemand je ziet, weet je. Want anders hebben ze zo door wie je bent natuurlijk. Of je moet op kill en kaart wegrennen. Ik wil zeggen dat ik het ben, weet je. Verraden mag ook niet. Dus. Oké, welke map gaan we doen? FTMF. Turbine, doe maar. Turbine, zegt hij. Turbine. Dat wordt nog leuk. Turbine. Schieten. Of drone. Ja, als ik hem ben, ga ik toch eens even een heel andere map uitkiezen. Want. Het zijn eigenlijk wel. Er zitten toch wel twee mappen bij die we eigenlijk echt nooit doen. Oké. Welke dan? Bijvoorbeeld, hoe heet die map nou? FTMF. Nee, wie? Hoe heet die map nou? Ach ja, hier. Oh. Nee, hoe kon ik die missen? Ik speel het even op zijn geest. Je wil niet weten hoe hij speelt. Oh. Wie loopt er bij het blauwe huis? Gast! Godsamme! Ik denk, nou dat is hem, hè, dat kan niet anders. Wie is hem eigenlijk? Hij is dood. Jawel, hè? Hoe heeft hij mee van zo'n afstand? Lekker. Ik zal zo even kijken hoe die map heet. Want... Ik zat eerst in die buis daar zo, 2 claymores erbij, mooi. Nou, ja, echt hoor. Wou ik je doodschieten, heb je mij? Ik dacht ook opeens, shit, claymore. Hoe heeft hij mij daar, echt precies op het laatste moment? Lekker, hè? Oh, man. Vorige keer had ik ook een lucky headshot ook toen. Volgende keer loop ik echt alleen. Even kijken hoor. Bijvoorbeeld, Marshmallow is hem nu toch, of niet? Die meltdown, die hebben we volgens mij nog nooit gedaan. Oh jawel, 1 keer of zo. Nou, doen we die nu. Ja, heb je drone wel eens gedaan? Gaan we die nu doen, wel dan? Ja, is goed hoor. Wie is hem nu eigenlijk? Marshmallow. Marshmallow, oké. Wat is het nou, Snello? Oké, nou dan moeten we die even killen en dan ben ik hem tenminste. En daarna gaan we hem afsluiten, want dan gaan we lekker voor de volgende dag opnemen, voor dinsdag. Mars, waar zit je? Want dan kan ik je meteen killen. Je mag niet zeggen waar je zit. Jawel, tuurlijk wel. Mars, waar zit je?
Als ik het vraag, mag je het zeggen. Klopt, Joch. Je krijgt een koekje. Wie is dit? Ik spreek. Oké. Je krijgt een sticker. Jij bent Marshmallow. Oh, laat maar. Max, ik heb een sticker. Wat een man. Is er al in wie is dat? Jij links. Nee, hij heeft de claim al geplaatst, dat is hem. Ja, daar. Waar? Oh. Hij is hier omhoog gelopen. Nou, oeps, schiet jij hem kapot, anders ga ik dood. Hij is daar omhoog gegaan. Nee, je doet dat. Staf wordt, hè. Oh, ik zag hem. Ik zat te schieten op die claymore. Oh, ik kom niet langs en ik hem al zag. Ik denk ik loop er vol. Oh, wie killt mij nou? Mars. What the fuck? Mama pleegt iedereen zelf. Ik heb echt het idee dat ik wel... Ik zag hem daar al lopen. Ah, oh, wat een homo. Zit hij me gewoon op te wachten. Oh, ik kom niet langs op die claymore die plaatste. Maar het ergste is nu, jongens. Hij zelfmoord, maar hij was niet eens dood. Hij kan zijn streak niet afmaken. Nee, jawel. Ja, ik wacht heel even hoor, ze horen me nu niet. Nu horen ze me wel licht. Nee, het ergste is nog, hij heeft nu 1 punt, dus hij hoeft er nog maar 2. Ja. En dat gaan we morgen zien hoe dat afloopt. Als we 100.000 likes krijgen. Ja, dat is wel een heleboel. Dat is wel een heleboel. Ik zou zeggen jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Jongens, ook allemaal bedankt voor het meespelen. En ik spreek jullie later. Ciao.